Voor de dag van de senioren was veel belangstelling. De rode draad was bewegen, wat voor senioren van groot belang is. Vanaf 1:30 vertrok een grote groep wielrijders voor een tocht van 27 kilometer volgens het knooppuntensysteem. Door de mooie natuur van het Groene Woud. Met als opzet dat hieruit een fietsgroep zou ontstaan. Men kon ook kennis maken met fitness en het gebruik van de apparaten voor conditietraining. Teve had voorlichtingmateriaal wat betrekking had op gezondheid, voeding en persoonlijke voorlichting van een diëtiste. Ook informatie voor het consultatiebureau voor senioren. Met het laatste nieuws op het gebied van elektrische fietsen werd na een demonstratie de mogelijkheid geboden voor een proefrit. S'avonds was de gratis Brabantse koffietafel geheel verzorgd door de Boogaard, waaraan ieder gebroederlijk plaats nam. Dit onder dank van de stichting Voor en Door Moergestel, die met financiële steun dit mogelijk maakte. Ik zie dat iedereen zit nu. Beste mensen, KBO-leden en misschien nog wel een paar andere mensen, senioren uit Moergestel, van harte welkom. We hebben vandaag voor het eerst in ons KBO bestaan eigenlijk toch wel een beetje een bijzondere dag. De dag van de senioren. En deze dag van de senioren, en daar zult u in de loop van de avond nog wel iets van merken, wordt u helemaal gratis aangeboden. Nou, het programma is als volgt. Wij moeten heel erg blij zijn dat de stichting Voor en Door Moergestel ervoor gezorgd heeft dat u allemaal hier gratis aan tafel zit. En daar zult u straks, zo tegen het eind van het eten om 1:07 nog even wat van merken. Misschien hebt u bij de entree het grote bord al gezien. Het reclamebord van de stichting Voor en Door Moergestel. Wie ervoor gezorgd heeft dat we nou zo smakelijk kunnen eten. Een verschrikkelijk hard applaus voor en door Moergestel. En ook wij hopen dat jullie elk jaar een prachtig doel vinden om iets voor mensen in ons dorp te doen. Klapstuk van de dag was het aanvullend programma van Kwartjesvolk, die op humoristische wijze hun muziek en voordracht de zaal instrooide. We hebben straks lekker gegeten met dank aan de Boogaard onder andere, maar ook met dank aan de stichting Voor en Door Moergestel. En die hebben aan het eind van de koffietafel ons, voor wie het nog niet gezien heeft, deze check overhandigd
zodat we u deze dag gratis konden aanbieden. Dus nogmaals dank aan de Stichting Voor en Door Moergestel. En Karagistaanse Oofvaamse Kwartjesvolk. Wat zijn... heb ik gezegd? Zitten. Wij bepalen wanneer ik voor jou. Wordt zijn wij in Gods hemelsnaam aan bezig? Ja, met drummen. En waar drummen we met? Stokken. Ja. Dan geef vult de hart. Vult u door stokken, kleine stokjes, zachtjes mee. En terug. Zitten. En nu ook blijven zitten tot u gaat komen. Opstellen jongens. Opstellen. Even wachten nog, hè. Wacht even meneer nog. Meneer Straten bepaalt wanneer ik gekomen. Jongens, omdraaien. U kunt nu knippen.